Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen. En er is mij een vraag gesteld en ik wil best daar eens een keer een uitzondering van maken. Want zoals jullie zien heb ik hier nu geen Photoshop voor me openstaan, maar Lightroom. En de vraag was, ik heb heel veel foto's en ik wil eigenlijk alle foto's tegelijk een logo toevoegen. Of een watermerk. En ik heb geen zin om dat één voor één te doen, want dan ben ik veel te lang bezig. Dus hoe kan ik meerdere foto's tegelijkertijd zeg maar invoeren of toevoegen aan een programma en een logo in plaatsen. Nou, dat is heel simpel. Dat kan via Lightroom. En ik ga jullie vandaag leren hoe je dat moet doen. Ik heb zelf twee schermen en wat ik doe is als eerste dat ik dus wat foto's hier insleep. Dus ik selecteer gewoon wat foto's, het maakt niet uit wat. En dan doe ik dat zo erin slepen en dan komen ze hierin te staan. Je kan natuurlijk als je geen meerdere schermen hebt, kan je hierboven ook op bestand kiezen. En dan kun je dus foto's toevoegen. Nou, daarna heb ik hier rechts onderin zie je importeren. Nou, klik je op importeren en dan worden de foto's dus geïmporteerd. Nou, dan heb je de foto's erin staan. Je klikt de eerste aan, houdt shift in, klikt de laatste aan, rechtermuisknop en dan kun je hier kiezen voor exporteren, exporteren. Als je dus in het scherm bent, dan kun je dus hier de map kiezen waar je zeg maar de bestanden, de foto's die waar je je logo in gaat zetten, waar je die uiteindelijk neer wil zetten. Nou, dan kun je hier dus kiezen klikken en dan ga je naar de map toe waar jij zeg maar die foto's in wil hebben. En dan maak je daar een soort adres aan waar hun of het programma dan weet waar hij dan de foto's neer kan zetten. Nou, hij wordt automatisch wordt daar een nieuwe map in aangemaakt met logo, klaar met logo, want zo heb ik het ook genoemd. Kijk, je kan ook een andere naam kiezen en dan wordt dus op de plek waar jij gekozen hebt, wordt een mapje aangemaakt klaar met logo en daar worden alle foto's in geplaatst. Oké, dan hebben we hieronder de watermerk. Nou, even kijken. Hier. En stel voor dat je nog geen watermerk daarin hebt staan, dan klik hier op dit pijltje en dan kies je voor watermerk bewerken. Dan kun je hier op kiezen klikken en hier kun je dan bepalen waar jouw watermerk staat of je logo die jij hebt ontworpen. Nou, dan klik je dus de logo aan en dan heeft hij dus de logo gevonden. Er zijn nog wat mogelijkheden. Ik kan, hè, ik heb zoals jullie zien hier mijn logo staan. Ik kan hem als een watermerk neerzetten, maar ik kan hem ook volop laten, hè, zeg maar, gewoon dat hij helemaal gewoon goed te zien is in de foto die ik gemaakt heb. En dat vind ik zelf mooier, want ik vind de watermerk niet echt, nee, dat is niet voor mij. Dus ik doe het helemaal tot 100%. En hiermee kan je de grootte bepalen. Je kan zelf bepalen of je hem klein of groot wil hebben. Je kan hem zeg maar passend kiezen. Je kunt vullen kiezen. Maar zelf heb ik dan voor deze gekozen. Want dat vind ik zelf wat mooier. Nou, dan kun je hiermee kun je dus bepalen welke kant hij moet komen te staan. Je kan hem ook helemaal aan die kant zetten. Dus dan moet je allemaal zelf bepalen. En de hoogte kun je dus ook bepalen. Want als ik hem bijvoorbeeld hier zet, staat hij daar. Zet ik hem daar, dan zet ik hem daar neer. Zie je? Dus hiermee kun je aanvinken waar je wilt. Ik wil hem rechts onder in de hoek. En dan kun je hiermee kun je bepalen. Nou, dan zeg je opslaan. Ik klik natuurlijk op annuleren, want ik heb het al gedaan. En dan zeg je exporteren. En dan gaat hij dus, en ik zal jullie het even laten zien. Ik moet dan wel even een andere map kiezen. Want anders gooit hij namelijk het over een iets heen wat ik niet wil. Zo, map selecteren. Dan zie je dus linksbovenin dat hij bezig is. Nou, het is heel wijs om alles uit te zetten wat je aan hebt staan als je dit doet. Want ja, er komen wel eens voor dat je storingen hebt. En dat krijg je dan in plaats van een foto, krijg je een witte pagina te zien. Of een witte foto in plaats van de foto die je gemaakt hebt. Dus het is heel wijs om alles uit te zetten als je dit gaat doen. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan gaan wij even naar die map toe. Dan ga ik naar computers. Dan ga ik naar het bureaublad.
Dan ga ik naar editor en dan staat hier klaar met logo. En dan als ik dan open hem met Windows Photo Viewer, dan zie je dus dat ik dus de foto's, ja, een logo heb toegevoegd aan de foto's. En zo moet je het dus doen.